Meer dan een jaar na de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog stelt de Tweede Kamer een parlementaire enquête na die coronacrisis uit. Maar die enquête moet juist doorgaan, stellen de Kamerleden Pieter Omtzigt, Nicky Pauw en Liane de Haan. Want de maatregelen die de overheid nam, waren ongekend. Het kabinet heeft weer een ingrijpend besluit moeten nemen. Alle verpleeghuizen gaan op slot voor bezoekers. Hallo, ben je verdrietig? Oh jee. Ja. De kinderopvang en de scholen gaan dicht. Ook cafés, restaurants en sportclubs zijn sinds 6 uur dicht. Last rounds. U gaat dicht? Ja, nou, we moeten. Vannacht om 12 uur is ook de wet ingegaan en daarom is het nu verplicht om die 1,5 meter aan te houden. Ze willen dolgraag uit eten vandaag, maar zonder QR-code mag je nergens naar binnen. Ja, we gaan geregeld uit eten en mag ik naar binnen. Met mijn vrouw moet dan op het terras blijven zitten. Na veel discussie gaat de omstreden avondklok straks om 9 uur in. Zonder geldige reden op straat betekent een flinke boete. Ja, Pieter Omtzigt, waarom is het nou zo belangrijk om nu dat onderzoek te doen? Nu die enquête te doen? Nou ja, we hebben 1,5 jaar geleden besloten als Tweede Kamer dat we een enquête doen. Dat is een motie over aangenomen. 149 stemmen voor, 0 tegen. Ingediend door de VVD destijds. Alle omliggende landen zijn enquêtes of vergelijkbare dingen aan het houden. Van Denemarken tot Zweden, Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk, Italië. Noem allemaal maar op. Dit zijn de grootste ingrepen sinds 75 jaar in de vrijheden. We hebben de grootste gezondheidscrisis. Aan het begin hadden we een oversterfte van 70-80%. Er waren duizenden doden per maand extra. Dat heeft heel lang doorgeduurd. Ja, hoeveel redenen wilt u... Dus 100 miljard ongeveer uitgegeven. Hoeveel redenen wilt u hebben? Oh ja, en er zijn heel veel documenten en sms'jes kwijt en weg. Dus ja, hoeveel redenen wilt u precies hebben om deze enquête te houden? Ja, nou, wat u noemt heel veel redenen. Maar er is inderdaad ook die andere reden dat u bang bent dat veel informatie alsnog gaat verdwijnen als het langer duurt. Waar moet ik dan aan denken? Nou ja, we kwamen er gisteren achter naar heel veel vragen aan het ministerie van Algemene Zaken. Dat die pas een corona-hotspot, dat is dat je die informatie allemaal gaat bewaren. Die hebben ze pas in september 2021 ingericht. Ja. Terwijl alle andere ministeries dat in mei 2020 gedaan hebben. Of in juni 2020. Dus vlak na het begin van de crisis. En toen het wat rustiger werd, hè, na de eerste golf. Nou, we weten dat er al heel veel weg is. We krijgen een heleboel dingen niet boven tafel. En dat zou dan alleen maar meer worden, naarmate het langer duurt? Nou, naarmate het langer duurt wordt het lastiger om het te reconstrueren. Het zit nu nog redelijk vers. En je kunt er ook echt van leren, want de ingrepen, het sluiten van winkels, avondklokken, die zijn mega geweest. Dat wil je als parlement. Kijk, en ook je eigen rol als parlement moet nog een beetje geëvalueerd worden. Maar nou wordt er gezegd, er is sprake van uitstel, geen afstel. Er wordt ook gezegd, we wachten dat andere rapport nog af, hè, van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Is dat niet een valide argument om dat rapport eerst eens af te wachten? Ik denk van niet. Nee, als je kijkt naar de omringende landen in Europa, dan zijn we ontzettend laat met het instellen van het onderzoek. Maar daarnaast is het mij nog niet zo duidelijk dat het alleen om uitstel gaat en niet om afstel. Als je kijkt naar uitspraken die er gedaan worden door coalitiewoordvoerders, daarvan heeft er gewoon één in het NRC gezegd, afhankelijk van wat er uit dat onderzoeksrapport komt, is die coronacommissie misschien helemaal niet meer nodig. Ja, dat was Wieke Poudersma, die zei dat inderdaad tegen NRC. Die zei, een parlementaire enquête is een heel zwaar instrument. Ik verwacht dat het derde OVV-rapport niet dunner wordt dan de eerste twee. Dus we gaan ons afvragen of we dit instrument nog wel moeten gebruiken. Ja. Ja, en wat betekent deze blik? Die blik zegt, zie je nou wel. Ze willen er eigenlijk vanaf. Dat gevoel heb ik wel. Ja, ik denk in ieder geval dat het een heel groot risico is. En ik denk, we hebben hier een jaar lang aan gewerkt. Er is ontzettend veel kennis opgebouwd. Want dus jullie hebben met z'n allen in die voorbereidende commissie gezeten. Hè? En niet alleen wij. Nee. D66 zat er ook in. VVD, CDA. We hebben dat met 9 partijen gedaan. Er is heel hard aan gewerkt. Er is heel veel kennis opgebouwd. Allerlei mensen gesproken. Er is staf ingesteld die echt tot in de diepte van het dossier erin gegaan. Maar ja, nou wordt er gezegd, in die voorbereidende commissie was het ook allemaal niet pais en vrede. Dat liep heel stroef. Proef wordt er dan gezegd. Is dat zo? U zat daarin, mevrouw de Naan? Ja, wij zaten daar alle drie in en ik herken dat absoluut niet. We hebben met elkaar de afspraak gemaakt dat wij in de commissie onze partijpet afzetten en dat we een open, constructieve houding aannemen. En dat is ook absoluut gebeurd. We zijn ook unaniem tot de onderzoeksopdracht gekomen. Niemand heeft daar enig voorbehoud op gemaakt. En dat is eigenlijk een hele plezierige sfeer gegaan. Waren er nooit spanningen in die commissie?
Nee, spanning in de zin van dat er disharmonie was. Nee, wel dat wij natuurlijk met elkaar zoiets hadden van... ja, ga je wel het woord voeren of ga je niet het woord voeren? Daar zijn overigens geen duidelijke... Je bedoelt dat bijvoorbeeld Van Houdingen buiten deze commissie om allerlei dingen riep? Over het woord ging voeren, zeg maar, over corona. Daar zijn geen regels voor. Het is een gebruik dat je het niet doet. Er zijn geen regels voor. Dus kun je ook niet afdwingen. Dus wij hebben met elkaar wel gezegd... iedereen kan daar zijn eigen afweging in maken. Want ja, dat is niet iets wat je kunt afdwingen. Maar in de commissie... zijn we open, constructief en heb je geen partijpet op. En toch waren de commissieleden die Van Houdingen en Van Haga... van vooringenomenheid beschuldigden. Nou, ik durf met 100% zekerheid te zeggen... dat dat niet is gebeurd vanuit de commissie zelf. Omdat, ik moet heel eerlijk zeggen, kijk even naar mijn collega's... wij hebben daar helemaal niets van gemerkt. Dus wij hebben echt heel neutraal... Het ging eigenlijk heel lekker. Denk ook dat je dat kunt vragen aan de mensen die bij ons op bezoek gaan geweest. Bijvoorbeeld, één iemand heeft dat ook duidelijk naar buiten toegebracht. Ze zegt van, ja, we hebben... De commissieleden waren heel open, hadden zich goed voorbereid en heel constructief. Okay. En van enige vooringenomenheid is geen sprake geweest. En wat mij betreft is dat in het hele proces... en we zijn er alle drie eigenlijk altijd bij geweest... is dat niet... Maar wat is hier dan aan de hand, meneer Omtzigt? Waarom wil de coalitie of GroenLinks, Partij van de Arbeid... willen ook niet meedoen doen? Waarom willen ze er vanaf, volgens u? Dat is een heel goede vraag. En ik vind het lastig om een vraag voor iemand anders te beantwoorden. Maar u heeft vast een idee. Nou, kijk, het probleem dat we dit de derde enquête is, die snap ik. En dat die wat lang is, snappen we ook. Maar wij hebben achter de schermen, zijn wij ook naar het presidium geweest... wilt u met ons praten, tot nu toe willen ze dat niet... Hopen dat het alsnog gebeurt. We zijn ook naar die partijen geweest. Want jullie zijn echt in actie gekomen, hè? Deze week morgen artikel in de Volkskrant. Ja. En we proberen ook met Eerste Kamerleden te praten... om te kijken of we misschien niet samen met de Eerste Kamer kunnen organiseren. Ook wel een goed idee, want de Tweede Kamer zat misschien wel erg dicht bovenop het kabinet... tijdens de crisis. Dus ook wat te zeggen over hoe de Tweede Kamer geopereerd heeft. Maar wat is dit voor een strijd die jullie voeren? Tegen wie vecht je? Dat weet je niet. En het probleem is, het is eigenlijk heel moeilijk om landen te vinden die hem niet organiseren... en om redenen te vinden om niet te organiseren. En wij zeggen ook, kom maar op als jullie vinden dat de lengte die wij voorgesteld hebben... van 30 maanden te lang is, waarbij al die 9 Kamerleden mee ingestemd hebben... Hè, geen enkel voorbehoud, ook niet een deel voorbehoud gemaakt hebben. Dan praten we opnieuw, kijken of we het iets korter kunnen maken. Okay. Wilt u het samen met de Eerste Kamer doen, dan doen we het samen met de Eerste Kamer. Zeggen, wij zijn zo flexibel als ik weet niet wat, maar het helpt niet. Ik ben niet altijd alle flexibel. In dit geval zijn we behoorlijk flexibel. Denken wij... we kunnen het naar de samenleving niet maken dat we hier geen enquête over houden. En als we... Kijk, het onderzoeksvoorstel heet niet voor niks onderzoeksvoorstel. Ja. Dus als men zegt, we willen dat voorstel iets aanpassen, dat kan. Ja. Maar het is toch heel simpel. De andere partijen zeggen toch gewoon... wij ervaren zoveel werkdruk, we hebben niet de mensen... om dit nu te gaan doen. Maar zij zitten in een fractie van 3 en dat is groot... want wij zitten allebei in een fractie van 1. En ik denk ook, de vraag zou niet zozeer moeten zijn... tegen wie strijden jullie, maar voor wie strijden jullie? Corona maar dat is wel duidelijk, denk ik. Ja, maar corona heeft dat moet voor iedereen duidelijk zijn. Ja. Corona heeft voor iedereen een enorme impact gehad... of je nou voor- of tegenstander bent geweest van de maatregelen. Ja. Het heeft ook een kloof geslagen in de samenleving. En daarnaast is onze infectieziektebestrijding slecht georganiseerd... en staat al jarenlang op een waakvlamniveau. Ik denk dat het belangrijk is... om daar lessen van te leren. Mevrouw Pauw, er zijn ook mensen die zeggen van... ja, dit wordt geen open enquête, want er zitten mensen in als Pepijn van Houdingen... die al gezegd heeft, er moeten tribunalen komen om de schuldigen te veroordelen. Dit wordt een middel om politiek te bedrijven. Snapt u die angst? Ik snap dat die angst er van tevoren was. Maar ik denk dat als je kijkt naar hoe het hele voortraject heeft plaatsgevonden... hoe goed dat is gegaan, met wat voor onderzoeksvoorstel we zijn gekomen... welke geluiden er naar buiten zijn gekomen van de experts die wij gesproken hebben. Eigenlijk niemand die mee heeft gewerkt hieraan is ook maar enigszins negatief geweest. Nee. Ik vind het wel leuk dat wij van de staf het compliment hebben gehad. Ja. Die zeiden, het is eigenlijk de leukste commissie waar ik ooit voor gewerkt heb. Het is echt in hele goede harmonie gegaan, heel inhoudelijk. Ja. Maar dan is het toch raar dat die partijen nu ineens zeggen... we willen niet meer meedoen? Dat die moeten wij dan toch die angst vooraf hebben gehad en nu toch kwijt zijn? Nee, het voelt een beetje alsof ze al die tijd het idee hebben gehad van... het gaat toch wel stranden. En dat is niet gebeurd. En nu hebben we een prachtig onderzoeksvoorstel... waar 9 partijen hun handtekening onder hebben gezet. En nu wordt er teruggekrabbeld. Maar jullie zijn vast naar de leden gegaan van de coalitiepartijen... die bij jullie in die commissie zaten. Wat zeggen die? Eén is de burgemeester van Nieuwegein. Ja. Dat is wat de Kamerlid van D66? Van D66. Dat maakt ook heel bijzonder hoe D66 feitelijk... eigenlijk van alle drie partijen het hardst... zich terugtrekt. En bij de anderen proberen we deze week nog een wat duidelijker beeld te krijgen. En ik wil gewoon rustig die gesprekken afwachten om dat te zien. Maar ze hebben al een aantal weken de tijd gehad. En dit zijn partijen
Ja, als je als grootste partij een motie indient als de VVD om een parlementaire enquête te doen, moet je ook doen. En als je verbaasd bent dat in de commissie een aantal mensen plaatsnemen die kritisch waren op de maatregelen, ik vind het heel fijn dat ze erin zouden zitten. Ja. Als er geen mensen in zouden zitten die kritisch geweest waren op die maatregelen, dan zouden we weer een ander probleem maar hebben. Maar criticasten zeggen dan wel, ze hebben te veel invloed gehad in die commissie. Ze gaan alleen maar kijken of we niet veel te veel maatregelen hebben genomen. Misschien hebben we wel te weinig maatregelen genomen. Zegt iemand als Lisa Westerveld bijvoorbeeld van GroenLinks. Nou, lees gewoon het voorstel eens even door met die 22 pagina's die we geschreven hebben. Ja. Daar staan al die kanten in. Daar staat ook in. De eerste zin gaat over, hebben we de gezondheid genoeg beschermd? Nou, dat is dus, hebben we niet te weinig maatregelen genomen op bepaalde plekken? Of misschien te laat vooral? Want dat is, denk ik, eerder de vraag dan te weinig aan het begin. En daarna is de vraag, zijn ze proportioneel geweest? Ja. Hebben we de grondwet geschonden? Hebben we dat op goede gronden gedaan? Dus er zitten geen vooroordelen in, het is een open onderzoek. Het is een open en diepgaand onderzoek. Het gaat tot en met kijken wat de geheime diensten gedaan hebben. Het gaat heel ver. Maar ja, het is een open onderzoek. En ik zou zeggen, ik heb nog eigenlijk met niemand een discussie gehad die het hele onderzoeksvoorstel gelezen had. Nou, wat ik eigenlijk ook nog heel bijzonder vond. Nog even, want ik kan me voorstellen dat mensen nu denken, ja, zie nou wel, die coalitiepartijen willen niet meedoen, want die hebben iets te verbergen. Of de overheid heeft iets te verbergen. Alle mensen die geloven in allerlei complotten, dan is dit koren op de molen. Top. Ja, dat is het probleem. En het andere is dat het ook een manier is voor mensen die de moeilijke besluiten genomen hebben, om gewoon eens een keer te vertellen hoe ze die genomen hebben. En ik vond het interessant dat Erik Gerritsen, de hoogste baas van het ministerie van VWS, ook eigenlijk onmiddellijk reageerde. Maar ik wil gewoon vertellen van waarom ik bepaalde besluiten genomen heb. En ik vind dat ze die gelegenheid moeten hebben. Nou ja, volgens mij gaat het niet alleen om mensen die in complotten geloven. Ik bedoel, als ik gewoon naar mijn eigen gezin kijk, heel gemiddeld. Ja. Wij zijn niet zwaar getroffen. Oudste zoon, student aan de universiteit, heeft jarenlang binnengezeten. Waarvoor hij niet wist waarom eigenlijk. Jongste zoon gaat nu niet over op school. Denkt dat dat nog steeds mede met corona te maken heeft. Omdat die lessen gewoon totaal niet interessant waren. Scholen gewoon dicht. Mm. Vrouw is schoonheidsspecialiste, is tijdenlang dicht moeten gaan, omdat contactberoepen niet mochten, waarbij later gezegd is van ja, waarschijnlijk had dat helemaal niet gehoeven. Dus iedereen, het vertrouwen in de overheid is door die coronacrisis zo erg gezakt. Dus je moet alle middelen aangrijpen om dat vertrouwen weer te herstellen. Dit is een oproep om de enquête wel te houden. Ja, natuurlijk. Ja, want het is juist een mogelijkheid. Morgen beginnen. Ja. En al die ondernemers, ik weet het. Ja. Ja. Ik heb gewoon 2 jaar geen inkomen gehad. Nee. Omdat ik had nergens recht op. En ik lag compleet. Dat is ook wat er in een bepaalde cirkels gedaan heb. Of je was compleet tegen alles en je geloofde nergens in. Of je steunde elke maatregel van de regering. Ja. Daar zit een hele grote groep in het midden. Okay. En, jullie pleidooi is helder. Nog één vraag aan u, want u gaf aan dat u na de verkiezingen bereid was om in zo'n commissie plaats te nemen. Als de verhoren dan zouden zijn, dat betekent dat u na de verkiezingen nog Kamerlid. Nee, ik heb gezegd dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat ik een afweging maak tot de verkiezingen. En dat heeft ook te maken met dat ik nog steeds niet 100% belastbaar ben met wat ik kan doen en die voorbereidingen wil doen en dan opnieuw een afweging maken op het moment van de verkiezingen. Dus ik heb daar nog geen antwoord op gegeven, Thijs. Okay, ik dacht we hebben het. Ik weet het. Ja, ik weet het. Ja.